van Hagen, gaat uw gang. Ja, voorzitter. Mevrouw Hermans die zei net tegen mevrouw Ouwehand dat ze weet waar de VVD voor staat. Nou, volgens mij weet helemaal niemand meer waar de VVD voor staat. Want de VVD breekt op asiel. De VVD houdt nu bij monden van mevrouw Hermans een tranentrekkend verhaal over humaan opvangbeleid. We hebben een staatssecretaris die zegt hoe meer asielzoekers hoe beter. Maar in het verkiezingsprogramma staat gewoon keihard: de VVD wil een asielstop. De VVD wil het vluchtelingenverdrag opzeggen. De VVD wil veilige landers uitzetten. Staat de VVD nog achter dat verkiezingsprogramma? Of is er een nieuw asielgeluid plotseling ontstaan waarbij inderdaad die tsunami aan asielzoekers gewoon getolereerd wordt? Voorzitter, de heer Van Haga doet een aantal aannames of assumpties over wat er in ons verkiezingsprogramma staat. Die staan er niet in. Misschien dat u die ergens op een papiertje heeft gekrabbeld toen u nog lid was van de VVD, maar die hebben het akkoord niet, ons programma niet gehaald. Er staat wel een aantal andere elementen in ons verkiezingsprogramma. Die hebben wij, die zijn voor ons inzet geweest bij de onderhandelingen. Nou, u heeft gezien, die zijn niet allemaal in dat coalitieakkoord terechtgekomen. Dat hoort er ook bij als je onderhandelt. Dan sluit je compromissen. Dan doe je wel eens water bij de wijn. Zo hoort dat. Maar op dit punt, deze onderhandeling die de afgelopen 9 maanden gaande is geweest, naar aanleiding van een afspraak die we ook gemaakt hadden, grip op migratie, heeft de VVD gekeken en steeds de afweging gemaakt. Hoe komen we tot een pakket, tot een totaalpakket, waarin verschillende elementen zitten. Elementen die op elkaar inwerken en die uiteindelijk in zijn totaliteit ervoor moeten zorgen dat die instroom op termijn naar beneden gaat. Heer Van Hagen. Ja, voorzitter, dit is echt lachwekkend, want dat staat gewoon wel in het verkiezingsprogramma van de VVD. Maar dat terzijde. Kijk, inderdaad, toen ik nog bij de VVD zat, heb ik me inderdaad verzet tegen al deze onzin. Van asiel tot Groningen, tot al die andere psychotische dingen die er zijn gebeurd met heel veel belastinggeld. En het verbaast me dat de VVD, die vroeger inderdaad een klassiek liberale partij was, een economisch rechtse partij, zo is afgedwaald en continu met linkse partijen is gaan regeren. Maar toch terug naar het asiel. Mevrouw Hermans heeft gezegd dat zij de PVV uitsluit. Nou, de VVD wil ook een asielstop, lees ik in het verkiezingsprogramma. Als we een asielstopcoalitie moeten gaan vormen, hoe kunnen we dan bij voorbaat al partijen gaan uitsluiten? Want dat betekent, als mevrouw Hermans dit zegt, dat we nooit iets aan het asielprobleem gaan doen. Dan wordt het een heel humaan asielvraagstuk van de VVD, waarbij iedereen gewoon over de grens kan rennen en asiel kan aanvragen. Want dat is exact wat er gebeurt. En dat doet u door de VVD of de PVV uit te sluiten. Mevrouw Hermans. Voorzitter, de VVD wil op asiel goede en duidelijke rechtvaardige afspraken. Die passen binnen de verdragen. En de partij die u net noemde doet een heel aantal voorstellen die daar niet tussen passen. In die context heb ik ook gereageerd op die vraag. Ik zie dat niet zomaar gebeuren op samenwerken met de PVV op dit onderwerp, omdat zij veel verder gaan, gewoon niet passend en niet realistisch. Maar meneer Van Haga, mag ik u nu één ding zeggen? Sinds het moment afgelopen vrijdag is er in de afgelopen 48 uur echt een heleboel gebeurd. En we hebben ook vanochtend de mededeling van Mark Rutte gehoord. Ik denk dat het belangrijk is dat wij in de zomer allemaal als partijen ons voorbereiden op wat er komen gaat. Onze verkiezingsprogramma's schrijven en onze campagne ingaan. En zullen we dan daarna weer even verder kijken. Tot slot, heer Van Haga. Nou, voorzitter, dan wil ik graag alvast van tevoren weten, is de VVD dan voor de komende verkiezingen wel voor een asielstop of niet? Voorzitter, daarmee suggereert u dat dit in ons verkiezingsprogramma stond. En ik zei al, dit staat niet op deze manier in ons verkiezingsprogramma. Er staat van alles in hoe je kan opschalen met maatregelen om als de situatie steeds meer de vorm of de elementen van een crisis krijgt, om stappen verder te zetten. Een asielstop, dat zou betekenen dat we hier geen vluchteling meer opvangen. Dat zou dus tegen het verdrag ingaan waarvan we niet zeggen dat we eruit willen stappen. Ja. De heer Van Haga. Ja. Voorzitter, mevrouw Hermans ontkende net glashard dat de asielstop en het opzeggen van het vluchtelingenverdrag in het verkiezingsprogramma stonden. Ik heb hier pagina 57 van het verkiezingsprogramma van de VVD, 2021-2025. Nou ja, 2025 wordt niet gehaald. Maar goed, daar staat in, en ik lees even voor: opschorting van het recht op het aanvragen van asiel in Nederland en sluiting van de Nederlandse grenzen voor migranten. Dat is een asielstop. Daarvoor kan het VN-vluchtelingenverdrag worden opgezet, gezegd. Staat even verder. Dat is het opzeggen van het vluchtelingenverdrag. Hoe kan mevrouw Hermans nu in godsnaam ontkennen dat het erin staat? Ik vind het een prachtig verkiezingsprogramma, hoor. Ik neem het over in het verkiezingsprogramma van BVNL. Maar om hier glashard te staan te beweren dat ik sta te liegen omdat het niet in het verkiezingsprogramma staat, het staat er gewoon in. Letterlijk.
Meneer Van Haga, ik heb u net ook gezegd, in ons verkiezingsprogramma staat, ik dacht, een opsomming van 5 maatregelen die je naarmate een crisis vordert, dat je steeds in de escalatie een stapje verder kan gaan. U presenteert het hier alsof we gewoon even morgen zouden zeggen, we stappen uit het vluchtelingenverdrag. Kom op, hou op, dat gaat toch niet gebeuren? Ja. Nee, voorzitter, ja, het is wel leuk dat er weer een hele emotionele tirade van wordt gemaakt. Maar het staat gewoon in het verkiezingsprogramma. En op welk stadium dat gebeurt, dat maakt niet uit. Het is toch relevant? Wacht, de heer Van Haag zendt woord. Er staat gewoon dat er een opschorting van het recht op aanvraag van asiel in Nederland, sluiting van de Nederlandse grenzen voor migranten. Dat staat gewoon in het VVD-verkiezingsprogramma. En in plaats van hier te staan huilie-huilie doen, zou ik zeggen, voer het uit. De VVD heeft 13 jaar gehad om dit uit te voeren en er is niets van gebeurd. Er zijn 228.000 migranten binnengekomen. Er is een enorme asielcrisis. Dit staat in het verkiezingsprogramma. Dit is wat de kiezers hebben gelezen. Dit is waar ze op hebben gestemd. En er is niets van gebeurd. Vraag. Voorzitter, er komen verkiezingen aan. Dat betekent dat partijen verkiezingsprogramma's moeten schrijven. Zo ook de VVD. Dus dat zullen wij doen. U zult zien wat wij daarin opschrijven. En als u zich geïnspireerd voelt, copy-paste. Tot slot, heer Van Hagen. Ja, voorzitter, dan hoop ik dat de VVD de volgende keer gewoon gaat uitvoeren wat ze in hun verkiezingsprogramma zetten. Want kijk, mensen gaan die kieswijzers invullen. En dan denken ze, hey, de VVD, goede partij, daar ga ik op stemmen. En vervolgens maakt u er niets van waar. En dat is slecht. Dat is de kiezer voor de gek houden. En dat is wat er 13 jaar lang is gebeurd. Dus verantwoordelijkheid nemen, dat betekent dat je soms compromissen moet sluiten en je niet één op één je verkiezingsprogramma en een regeerakkoord krijgt.